Het was op een zondagmiddag. Ik was voor een paar dagen in Londen en zou zondagsavonds met mijn schip weer terug gaan naar Holland. Terwijl ik zo door de oude wijk van Soho liep, viel mijn oog op een bord dat aan de gevel van een oud gebouw prijkte. Op dat bord stond Salvation Army, ofwel Leger des Heils. Ik aarzelde, maar besloot toch eens naar binnen te gaan. En ik moet u zeggen dat ik er achteraf geen spijt van had en ook vaak weer moest terugdenken aan die zondagmiddag. Een kerkbezoeker ben ik niet. Maar als iemand tegen me zegt dat Gods wegen wonderbaarlijk zijn, dan knik ik instemmend. Het gezang was juist beëindigd en een majoor hield na het gebed een verhaal. Een jaar of 12 geleden vertrok uit Southampton een vrachtschip met een lading goederen bestemd voor India. Aan boord bevonden zich ook enkele heilsoldaten die uitgezonden werden naar een afgelegen oord ergens in India. Met een vrachtschip was het goedkoper dan met een luxe passagiersboot. We waren enkele dagen onderweg en zaten op volle zee toen de kapitein kwam vertellen dat er zwaar weer op komst was. Maar, zei hij lachend, deze oude barkas heeft wel meer meegemaakt, dus zal het nu ook wel lukken. Hij kreeg ongelijk, want de schuit kwam er niet doorheen. Tijdens een verschrikkelijke orkaan, waarbij het leek of hemel en aarde op elkaar botsten, maakte de schuit zware slagzij. En na enkele minuten ging het schip met man en muis de diepte in. Op twee man na. Een jonge zeeman en een heilsoldaat. Ze hadden kans gezien zich vast te grijpen aan een stuk mast. Maar het wrakhout kon de beide mannen niet drijvend houden. Eén van de twee zou moeten loslaten, of ze zouden allebei verdrinken. De jonge zeeman schreeuwde boven het lawaai van de storm uit: we houden het niet! We verzuipen alle twee! Blijf jij maar hangen! Schreeuwde de heilsoldaat. Ik vrees de dood niet. Ik ga in vol vertrouwen. Nee! Brulde de zeeman. Ik heb nooit ergens voor gedeugd. Een zuiplap en een rokkenjager. Geen mens zal een traan om me laten. Jij kan nog iets voor anderen betekenen. De heilsoldaat schreeuwde: jij hebt kansen genoeg er nog iets van te maken. Doe ze in Londen de groeten van me. Vergeet het niet. God bless you. Het was het laatste wat de zeeman hoorde. De heilsoldaat verdween in de diepte. Na zo'n anderhalve dag werd de zeeman door een Hollandse vrachtvaarder opgepikt. Het eerste wat de zeeman bij aankomst in Londen deed, was een bezoek aan het hoofdkwartier van de Salvation Army, waar hij zijn relaas deed. De majoor die dit verhaal vertelde, zweeg even. Iemand uit de zaal vroeg: majoor, u begon dit verhaal met: wij voeren naar India. U was dus ook op dit schip. Maar de heilsoldaat kunt u niet geweest zijn. Hoe zit dat dan? U hebt gelijk. Er werd er maar één gered. Die zuipende, rokkenjagende zeeman. En die losbol van een zeeman, dat was ik. Helemaal geloven kon ik dit verhaal niet. Ik dacht, misschien heeft die majoor het verhaal jaren geleden eens gehoord van een zeeman. Ik zei hem dat ik het een mooi verhaal vond, dat hij had gebruikt, maar dat ik wel mijn twijfels had. We waren de enige twee nog in het zaaltje. Hij zei: er zijn nog altijd mensen die eerst moeten zien en dan willen geloven. Hij deed zijn uniformjas uit en knoopte zijn overhemd los. Op zijn borst zag ik een tatoeëring van een zeilschip met daaronder enkele meisjesnamen.
en een hart met een pijl erdoor. Tja, ik heb het al eerder gezegd. Als iemand opmerkt dat Gods wegen wonderbaarlijk zijn, dan knik ik instemmend en denk aan de majoor van het leger des Heils.